Kijkers, Angela Debbie Persat woonde met haar vier minderjarige kinderen bij een man op de openbare vuilstortplaats de Ornamibo. De kinderen van 14, 13, 11 jaar, allen meisjes, en de jongste, een jongen van 7 jaar, was onder bedreiging van de stiefvader verdreven en op straat gezet. Wij hebben de kinderen en de moeder toen ondergebracht in het kinderhuis Hoop voor Kinderen. De directeur van Evert Wolf, Louis Vismalen, bracht een bezoek aan het kinderhuis om te weten hoe het met de kinderen ging. Ook daarvan laten wij u het volgende zien. Twee weken verder bevinden wij wederom bij Huis Hoop voor Kinderen. En vandaag praten wij met Kesselien Kram. Kesselien, hoe gaat het met de kinderen vandaag? De kinderen maken het prima. Het gaat goed met ze. Ze zijn kinderen die heel respectvol zijn. Ze zijn gedisciplineerd. En ze hebben nu ook een school gevonden. De oudste is wel op de oude school gebleven. En die drie anderen zitten op de R.A. Tamenga school en de O.S. Balona school. Als je praat dat de andere weer op de oude school zit, wil zeggen een hele grote afstand van hier naar daar. Klopt helemaal, ja. De ene zit helemaal op highway op school. En het kost me elke dag 10 SRD om aan haar te geven. Als we het zouden moeten uitrekenen, we leven nu in april. En we moeten tot augustus uitrekenen. Heeft u een kostenplaatje wat u moet uitgeven tot en met augustus? Het komt op maandbasis 200 SRD en tot na augustus dan komt het op 1000 zoveel. Goed. Als 1 voor 12, voorzitter, zeg ik dat wij u alvast een deel gaan geven. Ik ga u 500 SRD geven. We krijgen van verschillende mensen donaties uit Nederland op ons ING-rekening en lokale donateurs hier. En wij gaan u alvast 500 SRD doneren. En we zien wel hoe het verder verloopt, omdat wij ook heel druk zitten met de bouw van de woning van een zekere mevrouw. Peter, dus we kunnen u niet alles direct geven, omdat wij zelfs ook een druk op ons bord hebben om bepaalde dingen ook te kunnen bewerkstelligen voor ook verschillende mensen waarmee we ook bezig zijn. Maar u betaalt 10 SRD per dag, maar hoe zit het met de leerprestatie van de kinderen? Die kinderen die een van de zesde klas, ik munt eruit op Milo. Ze hebben heel mooie rapporten en die oudste doet haar best ook. Ze heeft ook een heel mooi rapport, gedrag, alles is goed van haar, van hun. En hoe is het met ze dagelijks hier? Ze zijn nieuw hier. Hebben ze zich kunnen aanpassen in uw tehuis hier? Ze passen zich aan. Ik mag niet klagen voor ze. Zijn ze blij, tevreden? Ja, ze zijn blij, want die moeder is ook weggegaan. Die moeder, de man is er terug komen halen, maar ze hebben gekozen voor Hoop voor Kinderen. Want ze vinden het gezellig hier. Ze hebben het leuk en ze passen zich makkelijk aan hier. Ik zou het wel erg verkwalijken als de kinderen weg zouden gaan. En op een brandstapel weer gaan we, nou dat zou echt erg zijn. Maar sowieso hebben wij contact met opa Dolly. En wij gaan ervoor zorgen dat deze kinderen hier moeten blijven voor hun toekomst. U weet, ons president zegt altijd, de kinderen zijn de toekomst van morgen. Maar als wij niet op deze kinderen waken, wie dan? Ik als 1 voor 12 heb gezegd van nee, buren hebben ons gebeld. Van kinderen zijn al een aantal weken op een brandstapel met moeder. Ik zeg van nee, dit ga ik niet zo laten, ik ga ze weghalen. En ik heb dat gedaan. Gelooft u me, mevrouw Kram? Mijn laatste hoop was om een appartement te huren als u geen plaats had voor deze kinderen. Ik zou het uit mijn maandelijkse zak betalen dat deze kinderen echt in een appartement zouden gaan als we geen plaats hier hadden geworden. Maar godzijdank, u heeft voor ons meegestaan en ik ben trots op u. En ik zeg nogmaals dat ik u elke maand wil ondersteunen. Ik zou samen met de directeur van STVS, meneer Rodriguez, een wasmachine voor u kopen. Maar een andere donateur is mij voorgegaan. Eigenlijk ben ik blij dat mijn portemonnee een beetje anders heeft laten lopen. Dat we vandaag u een donatie kunnen geven. Meneer Rodriguez, uw donatie kunt u alsnog doen voor een andere sociale activiteit. We wachten erop en we rekenen erop, meneer Rodriguez. Dankjewel, meneer Vismalen. Meneer Vismalen, ik had nog een vraag. Aangezien u een bakkerij hebt, we krijgen wel van Fernandes van zondag tot zondag 10 pakken broden.
dat komt op 80 broden per dag. Maar aangezien u een bakkerij hebt, meneer Vismalen, dan willen we een verzoek aan u doen. Als u ons kunt helpen met elke dag 50 broden nog erbij. Ik wil niet zeggen dat het moeilijk gaat. Ik ga mijn best doen, omdat we nog niet op een winst draaien. Maar als een donateur mee met het bedrag van dagelijks de 50 broden wil doneren, dan wil ik het op meenemen om het voor u te brengen. Maar ik ga u een week lang die 50 broden doneren. Maar natuurlijk ga ik dat uit mijn zak betalen. Is er een donateur die nu naar dit programma kijkt en die u de 50 broden wil betalen, dan kan ik toch veel meer mensen helpen. Niet dat ik het niet kan doen, omdat ik moet eerlijk zijn, ik heb 2 organisaties waar ik elke dag ook 50 broden doneer. Maar sowieso moeten we de kosten kunnen halen. Maar ik beloof u, dat ga ik uit mijn zak doen om u een week lang 50 broden te geven. En in die tussentijd krijg ik een donatie weer binnen. Dan zal ik dat ook naar u toe coördineren dat u dat betaald krijgt. Vanaf maandag krijgt u 50 broden tot en met zondag een week lang. Alvast bedankt, meneer Vismalen. Ik zit zo gezellig naast de kinderen hier. Hoe gaat het? Goed. Ben je blij hier te zijn? Ja, toch wel. Ik heb begrepen dat je het goed maakt op school. Ja. Wat wil je worden? Ik wil vroedvrouw worden. Echt waar? Ja. Om anderen te helpen? Ja. En jij? Dokter. Dokter? Mijn god. Ga je mensen ook helpen? Ja. Tof man. En hoe gaat het op school? Goed. Geen onvoldoende? Een paar alleen. Nee, ik wil het niet meer horen hoor. Als jullie allemaal over en geslaagd zijn, krijgen jullie van meneer Vismalen een speciale cadeau. Jullie krijgen wat jullie hebben willen van mij. Ik maak een belofte. Augustus kom ik weer hier. En dan gaan we lekker zitten eten en drinken. En dan geef ik jullie wat jullie hebben willen. Wat zou jij willen hebben? Een telefoon. Een? Telefoon. Een telefoon. Welk telefoon wil jij hebben? Ik weet niet. Oké, ik ga het overlaten. Donateurs, als u in Nederland of in Suriname een telefoon kan permitteren voor deze dames die het goed maken op school. Jij wil zeker ook een telefoon? Ja, dat is dat. Welk telefoon wil je hebben? Ik wil een Samsung hebben. Hé, hey, Samsung? Ja. Je hebt zoveel Samsung. Je hebt Samsung S3, J3. Oké. Okay. Jij bent nog te klein voor een telefoon, toch? Ja. Wat wil jij hebben? Zeg het, je mag het gewoon zeggen hoor. Wat? Een pak chocolade. Een pak chocolade? Ja. Dat breng ik morgen voor jou. Oké. Okay. Chocolade met of zonder noten? Met. Met noten. Jullie krijgen geen chocolade hoor. Jij hebt chocolade gebruikt. En jij? Wat wil jij hebben? Zij wil hebben wat we voor haar brengen, toch? Hé, ik hou van jullie allemaal. En ik ben trots dat jullie het goed maken op school. Anytime dat jullie een probleem hebben, mogen jullie meneer Vismalen via mevrouw Kram bellen. En jullie krijgen het. Als het gaat om kleding, als het gaat om alles wat jullie nodig hebben, regel ik voor jullie gelijk. Ja? Oké, okay. Aboum, hey, all the best. Jullie gaan straks naar de kerk, hè? Nee, ik ben gisteren geweest. Hey, Aboum, hey, all the best. Power. 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 Okay. Heeft u de mogelijkheid om de kinderen van dit kinderhuis te ondersteunen met een broodje en kunt u 50 broden op dagbasis missen? Dan bent u van grote hulp. Neemt u contact op met ons op de welbekende nummers. Of komt u langs aan de Van Sprangweg nummer 8 op Saron.